Hij werd uitgezonden door Nederland naar het verre land waar het zo gevaarlijk is. En thuis wacht daar zijn geliefde meid. Het optoeren van Bos Vijvelders. In de proeftrek van de Stadlandstruks zijn we al gisteren al supersport in IJsselhoven kunnen rijden hier van de Schotse van een van de kleinste motoren die zich in de Stadlandstruks bevinden. En dan wordt de Shell voor het spelletje eigenlijk in de schuur staan. En daarmee ook op een andere wijze geprepareerd, niet alleen qua motorvermogen, maar ook qua schoeisel. En daarmee hier dan eigenlijk op begrijpelijke en wat mij gaat te respecteren wijze moeten bij. Zwemmaak is iets lichter gegaan en daarmee opnieuw een proeftrek voor Hendricks. Ja, de proeftrek. Toen niet een rijder wil ook heen, die wil graag de afstand ietsje hoger komen. Dus heeft wel een zit er laag in slikken. En vervolgens komt de volgende proeftrek en dan wordt een gaan wij kijken naar de combinatie Spilzing. Ja, Spilzing. Alleen de wedstrijd in Erichem. En de eerste wedstrijd van zijn stilgereden. Twee wedstrijden. Voorlopig Zos. En laten wij even heel reëel zijn, dat zegt een hoop over de hoeveelheid grip die op dit moment aanwezig is in de baan. We hebben daar even op de rode sleepwagen wordt de 11 tons afstelling inmiddels gerealiseerd. Dat zal de volgende klasse van dienst zijn dat wij geen finale hebben in de 9 ton. En gaan wij kijken naar Van Dekker. De sleepwagen nog een kleine concessie doen aan de afstelling, want wij hebben hier na de sportklasse trucks in ieder geval nog de 4,5 ton supersport. En inderdaad, ik zie daar een vingertje ook aan. De sleepwagen gaat lichter in de 11 ton. En we gaan daarmee dus de proeftrek laten doorschuiven naar de binnenste trap. Met pontoon nummer 3. In ieder geval een hele goede lijn uit Wagen. Is het de Nieuw-Holland uit Dijkerk die erbij is. Kerk op Kraai en Kert-Willem Kroes uit Elspeet. Met de Simon die er hierbij is. Dus gaan wij met Hans de Steek rijden. Degene die wel de beste afstand had in de vorige klasse. Dat doet het dus gewoon veel. Goed gaat het hier met de volgvallen uit Haskamp. Ja. Over uiterst
waarvan wij één toch wat mij betreft heel mooi zijn we gezien hebben. En die er waarschijnlijk toch ook nog wel een hoop aangelegen zal zijn om hier nog een keer te gaan aanraken. De verrichtingen van de Vlaars. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden ongekend. Met bloed, zweet en tranen. Zij ik rot hier nu maar op. Alle mensen die bezig zijn met praktijk, toch gewoon allemaal op een hoger niveau aan het doen zijn. En daar heel veel tijd op werken stonden, dat kun je gaan zien. En ja, de deurtaf van de groep van de vier niet doet. Althans niet meer onder een met Jan Vlaar. Nee, dat is niet. Ja, dat is waar ik van thuis niet. Daar ben ik al. Ja, ik ben zeer positief over de individuele van de organisatie in deze totale reflectie. Rondig niet. Die gaat straks op de tour ervaren voor het eerst in de leven. Ik ga er af dan. Ja, en wat voor dame, inderdaad. Dat zal een rijden op het petje nooit te vergeten. We zitten aan de binnenkant van de plek van Openen. En ik heb alleen maar blikjes hier. En dan staan we met zijn van die praktische dingen in het leven. Dat is echt van een zweer, hè? Kom maar door. En dan moest de motoroffer van de V8 daar in ieder geval bij. De sterven motor richting 110 meter, daar net niet aankomend. En dit lijkt er dan voorzicht meer op. Als het gaat om afstelling. En deze kans, JB training los. De snik gereden. Gaan wij daarmee in ieder geval vaststellen dat het totaalgewicht van zijn troep achterover komt. We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht. Om door te gaan in de sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen... Gerard van Voort, mocht hij, ja wat ja, mocht hij zijn rijbewijs terug willen. Ik zeg 6 biertjes en dan rijdt hij door het niet meer hè. Zes biertjes en dan rijden wij eens nu terug. 1, 2 en een Dat doet hij toch niet, dat doet hij toch niet. Ik ga toch niet. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan. Na de laatste run op de baan voor de Rijke Sluipwagen voor de Big Bands. In ieder geval hier was de 4,5 ton superspot, want wij hebben hier de laatste truc die in actie gaat komen. 4,5 ton superspot, daarna nog de demo van het tourbedrijfteam Hard to Beat. En alvorens wij hier in ieder geval zeker nog niet gelijk met gezinnenspoed gaan verdwijnen, dat ze dan hier nog even rustig nagaan genieten van datgene wat er hier allemaal vandaag kon zijn. In ieder geval nog volle tevredenheid is gelopen.
zien wat die heren met zo'n kleine motor voor ons hier ooit nog krijgt van een jongen die ze mist. Maar hij ziet een ster en die wijst hem de weg. S'avonds voor het slapen gaan, kijkt zij naar dezelfde maan. Want al ben ik zomerweg, geef de troost als ik zeg.